kermis in Boksel. Ik loop nu een uurtje rond hier. Want het is echt wel gezellig en het wordt nog gezelliger. Het is pas de eerste dag. Kom. Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Goeiedag. Mag ik u helpen? Ja. Zeg maar. Ik wou weten hoe het gaat met je. Rustig. We hebben een regenbuitje gehad, maar het is nu weer lekker opgedroogd. Dus komt dat goed. Eerste dag, heb je er zin in? Zeker, heel veel zin in. Brabant gezelligheid, hè? Nou, je komt de kant van Rotterdam op, hoor. Ik kom van Brabant, maar mijn vrouw komt van Groningen af. We komen overal. Boksel's kermis is de leukste kermis van heel Brabant! Het is gezellig op de kermis. Ja. Vind je het leuk? Ja. Vind je het leuk? Ja. Oh. En oliebol eten? Ja. Heb je er zin in? Ja, heel veel, ja. Ga je ook die kwast pakken, hoe heet dat? Ja. Wil ik wel zien dan, hè? Ja. Dag mevrouw. Heeft u vroeger ook in de rups gezeten? Ja? Vroeger wel, toen ze jong was. Ja, zeker wel. Ja, een vrouwtje ook vroeger. En met uw vriendje? Ja, tuurlijk. Daar hoort er dan bij, hè? Toch? Ja. Moeder en dochter? Is wel te zien, toch? Ja, ik kan wel zien, ja. Ja. Je hebt hem, hè? Ja. Laat eens kijken dan in de camera. Oh, nee. Heb jij zin in een oliebol, Piet? Jazeker. Ik even kijken, ik weet niet of het lukt, hoor. Maar ik zeg dat ze heel lekker zijn. Hallo. Hallo! En hoe is het? Ja, goed. Heb je er zin in? Altijd. Heerlijk toch weer? Zijn de oliebollen lekker? Altijd. Wil je er een proeven? Nou, lekker. Met krent of gewoon? Doe maar met krent. Maak de cameraman er ook een dan? Tuurlijk. Suiker erop. Alsjeblieft. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Wilt u met krent of gewoon? Hé hey Piet, is dat gelukt of niet? Lekker! Wie heeft die mooie kuif gemaakt? Ja. Wie heeft dat gemaakt? Nee, mama bedoel ik. Zo, is goed gedaan? Ja. Mama? Goed hè? Ja. Kijk maar even naar de camera. Nog een keer goed kijken en dan kom je goed in beeld. Mooi! Mooi hoor! Hoi. We staan hier te wachten jongens. Sorry? Waar zijn jullie op te wachten? Een bank. Op de bank. Een bank. We mogen erin. Ja, als het snel. Snel doorlopen, hè? Snel doorlopen. Hoe is het, jongen? Goed. Naar de kermis vieren? Jazeker. Durf jij hierin? Ja. Ik niet. Ik ben net hier één keer geweest, de tweede keer. Serieus? Ja. Kijk maar uit. Dat komt wel goed. Nou, jij wil graag op tv? Ja. Nou, wat wil je misschien de microfoon vasthouden? Oké. Je mag ook iemand interviewen. Hallo meneer, mag jij u iets vragen? Mag je wel. Nou, wat wil je vragen aan die meneer? Of die de kermis leuk vindt. Dan moet je in de microfoon zeggen, vindt u de kermis leuk? Vindt u de kermis leuk? Jazeker, vind ik leuk. Moet je de microfoon zo houden? Jazeker, vind ik leuk. Waarom is het zo leuk? Waarom is het zo leuk? Ja, we hebben best een mooie attracties. Bent u in een attractie geweest? Nee, ben ik niet in geweest. Hallo. Ga je een spelletje doen dan? Ik heb al 10 euro verspeeld. Verspeeld? Ja. Jij of je moeder? Ik. Oké. En er komt nog iets bij? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar eens zien hoe het moet. Dat is toch jouw moeder zijn portemonnee volgens mij? Ja. Ik zou het proberen. Maar nu moet hij het doen, hè? Komt ie. En weer niks. Security.
Goedenavond. Security? Ja, dat zeggen ze. Is het een beetje veilig hier, of niet? Altijd toch? In Boksel is het toch altijd veilig? Ja, dat komt door jullie, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik denk zijn jullie allemaal ver weg? Ja. Nee, maar in Boksel zijn allemaal lieve mensen toch? Jawel. Het is altijd veilig. Waar is nou jullie taak hier? Wij zorgen dat het een beetje rustig blijft. Stel voor dat er een iemand komt, dan proberen we die tot gemak te bedaren en dan komt het allemaal goed. Nou, succes, ik denk wel mee van. Ik denk dat het heel erg mee van. Ja, tik hem aan! Ja, nou pak even jullie moment voor de camera, doe maar iets. Ja, kom op! Hoe is het op de kermis? Gezellig op de kermis? Wat zijn jullie aan het doen? Nou, voorlopig. Nou, we gaan eerst even dit de even punten kijken. En zijn allemaal punten? De punten aan het inwisselen. Ben je nou aan het inleveren of zo? We zijn nou aan het inleveren. Wat krijg je dan? Nou, iets hier zo. Maar dat is voor een vermogen gespeeld, of niet? Nee. We hadden gewoon heel veel geluk. Geluk? Geluk. Af en toe lukt het, hè. Oh ja, hij zit vast. Ja, ik zie het. Hoeveel we doen? Ik ben het echt niet. Oh, jullie zijn van Dommeland, wat leuk. Waar komen jullie vandaan? Ook hier uit Boksel. Oh ja, ik ook. Dus. Hier om de hoek. Ik vind het leuk hoor. 500. Ja, ik had al 800. Dus ik denk, ja, hij wou een mooie klokje hebben. Ik denk, nou ja. Wat wil hij hebben? Hij wou zo'n mooie klokje. Ik denk, nou weet je, ik gooi er nog een tientje tegenaan en dan kijken we wel. Nou ja, het gaat goed. Het gaat goed, hè? Ja. 800 redden we wel. Ja, die had ik al. Dus ik weet niet dat dit erbij komt, maar die klok hebben wij. We hebben de klok, Bas. We hebben de klok. We hebben hem, ja, zeker. We hebben hem. We hebben hem, joepie. Nou ja. Jij telt dat we hem al hebben, hè? Ja, ja, ja. Jij wilt die hefdruk, hè? Die moet het gaan. Ja, dan gaan we de hefdruk even halen. Ja. Laat ze even zien. Dit is hem. Nou ja, hele vriendelijke vrouw, dus ze staat voor iedereen klaar. Dat mag ook gezegd worden. Dag mevrouw Bedijn. Dag mevrouw de vriendelijke vrouw. Dag. Hoe gaat het? Alles goed. Het is weer droog gelukkig en de mensen kunnen komen. Prettige camp. Hetzelfde. Lukt het? Ja, tuurlijk. Ik weet niet, op tv. Lukt het? Ja, tuurlijk. Nou, laat het zo zien dan. Wat is de bedoeling? Ja, met de ballen in dat ding gooien. Kijk hoeveel muntjes. Zo, hallo. Piet. Ja. Oh. Ja. Zo, hallo, 500. 800. Kom. En wat ga je nou kopen voor die muntjes? Ja, even daar inleveren, denk ik. En wat krijg je dan? Weet niet, punten denk ik. Ik denk punten. Ja, laat ik even kijken. Ja, ben benieuwd. Ik ga er ook even in. Daar gaan we! Oh Piet, oh! Oh, dit is niet normaal! Oh, mijn maag! Oh. Jongen. Au. Ja, ik dacht echt dat ik erin ging. Ik kijk Henkie niet. Gaan we nog in de botsauto's? Ja, schijnbaar wel. De kinderen zitten erin? Ja, de kinderen erin, ja. Wij hoeven niet in. Vroeger ook botsauto gereden? Vroeger wel. En dan helemaal rechts zitten en naar links sturen zo? Of, Nee, overal zitten. Eén been buiten boord zo? Ja, nee, dat niet. Dat is te gevaarlijk. Gewoon keurige botsauto rijden? Ja.
probeer een vriendinnetje mee te krijgen. Ja, daar ook. Lukt het dat? Soms. Niet altijd. Hallo. Hallo. Heb je eendjes gevist? Ja. Laat eens kijken, heb je gewonnen? Oh, een waterpistool. En jij? SpongeBob. Oh, dat is een leuke puzzel. Leuk, hè? Ja. En waar heb je die mee gewonnen? Met het eendjes vangen. En hoeveel eendjes heb je gevangen? Heel veel. Dat dacht ik al. Goed gedaan. Zo. Lukt het? Ja hoor. Moeilijk of niet? Beetje. Zo. Het gaat niet goed. Ja, ja. Nee. Wat gooi je er nou in? Die balletjes en dan kan je mee schieten. En als je raakt, krijg je 2 punten. Nou, concentreren. Ja. Nou, concentreren dan. Dat was heel duur. Ja. Concentreren, ik help jou. Concentreren. Ja, daar komt ie. Zo. Ja, zie je wel. En is het leuk op de kermis? Ja. Oei. Ga er weg. Wat denk je zelf? Ik zet uw helm op. Heel goed, Roel. Ja, heel goed. Roel Cornelissen. Bijna, Jongenelen. Jongenelen. Is goed, Jo. Ik ben vanmiddag naar Os geweest. En nu pak ik de brommer en dan ga ik even naar huis van eigen skeren. Want ik sta er niet netjes op, vind ik zelf. Oké. Okay. En dan ga ik naar Den Bosch. Wat ga je doen? Als jij dat goed vindt, hè? Ja, ik vind dat goed. Wat doen? Denk je wij in Den Bosch kunnen? Stappen. Nee. Kermis. Ook kermis? Ja, ik ben helemaal de kermis liefheb. Maar waarom? Maar je rijdt van de boxers kermis weg. Ja, maar die heb ik ben hier al van de dinsdagmiddag van de woensdag in Magen ben ik hier aan het rondlopen de hele dag. Ja, meehelpen zo? Nee, ik doe alleen maar kijken. De helpen is afgelopen. Nee, ik doe alleen maar kijken en het bevalt me goed.